Mijn naam is Sergio Ebere. Ik ben vrijwilliger, onder andere bij Cliëntenbelang. Trainer toegankelijkheid bus en tram bij het GVB. Ik zit onder andere in de werkgroep AOV. Verder ben ik voor de gemeente, onder andere mee, zit ik in de werkgroep OV-coach. Voor de LHBT-community doe ik een hoop dingen. Je gaat rollen door het leven. Nou woon ik zelf niet in Amsterdam, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat dat niet zo simpel is. Het is niet altijd even simpel, dat klopt. En ik geloof dat je niet op je mondje gevallen moet zijn. En toevallig ben ik vorige week bij Pakhuis en Zwijgen geweest. Zat ik in de panel en het ging over de autoluwe binnenstad. En toen heb ik een pitch gehouden met nog 7, 6 anderen. En mijn verhaal ging eigenlijk een beetje over van, als je alle mensen uit de auto jaagt, wat ik op zich wel toejuich. Maar die mensen gaan toch ergens weer terugkomen, het openbaar vervoer, de fiets, de brommers. Dus het gaat daar gewoon drukker worden. En ik merk dat nu al, hè. Dus op een gegeven moment lag mijn focus een beetje op het fietspad. Er was een fietser in de zaal en die zei van, als ik nou aankom fietsen bij een zebrapad, dan weet ik nooit wat ik moet doen, want mensen twijfelen van, ga je oversteken of niet? Ja, dan rijd ik maar door. En denk ik, maar dat is wel even de wereld op zijn kop. Ik vind een zebrapad, jij moet gewoon stoppen, punt uit. En op dit moment, ik vind het fietspad gewoon één grote dictatuur. Anders kan ik het niet omschrijven. Dus als ik een zebrapad tegenkom, in principe gooi ik mijn rolstoel er gewoon voor. Het is geen kamikazeactie, dus ik schat wel mijn kansen in. Maar ik zet hem ervoor. En als je nog wat te melden hebt, dan gaan we dat even rustig op straat uitvechten. Verbaal. Maar ik ben het echt heel erg zat. Ik begrijp dat niet. Je bent heel erg druk ook met het openbaar vervoer. Je reist ook met het openbaar vervoer. Ja. Wat voor soort training geef je? Het is een training toegankelijkheid, OV, zo noemen we dat. En dat is het eigenlijk ook wel. Maar ik vind het eigenlijk gewoon, het is gewoon een bewustwordingstraining. Die training zou ik aan iedereen kunnen geven. Ook iemand die bij de Albert Heijn komt of wat dan ook. Het is gewoon de mensen vertellen. Het is niet zozeer vertellen. De mensen er bewust van maken hoe het is om te leven met beperking. En hoe het overkomt als je bijvoorbeeld ongevraagd je diensten aanbiedt. En dat is eigenlijk wat ik probeer over te brengen. En ik probeer zelf ook te leren van hoe zeg maar de mensen zonder beperking er tegenaan kijken. Maar het is meer gewoon het uitwisselen van informatie, denk ik. Dus het is vooral een training voor het personeel die in het OV werkt? Ja, dus trambestuurders, busbestuurders en de conducteurs.